de campagne. En ik hou van positieve campagnes die ondersteund zijn door intelligente ideeën. Het is niet tuttelend, het is niet negatief, het is, ja, dus daar hou ik van. En de tweede reden, en misschien ook wel de meest belangrijke voor mij, is ik ben moeder van twee kinderen en ik rij elke morgen met de twee vogeltjes naar school. En soms beslis ik ook om dat niet te doen, omdat ik bang ben op de fiets, omdat mijn kinderen nog niet genoeg de verkeerssituatie kunnen inschatten. En omdat het gewoon ronduit gevaarlijk is. De tocht die ik moet afleggen naar school, en het is niet eens ver, is gevaarlijk. Nu, ik ben al 12 jaar samen met een Nederlandse man. En die Nederlandse man heeft mij een keer verteld dat de kinderen in Nederland, bij de studio geweest, de meest gelukkige kinderen zijn van Europa. En komt dat? Omdat hij zo wil fietsen. En omdat fietsen namelijk een gevoel van vrijheid geeft. En een gevoel van vrijheid in het hoofd van een mens is heel belangrijk. Dat is ook nog maar eens bewezen de laatste tijd. Dus ik denk, natuurlijk, het mobiliteitsplan is een plan in aanbouw. Dat mijn droom is dat er betere fietspaden, dat er beter met de fiets kan worden gereden in de stad. Met de kinderen. En in Nederland zijn ze daarin geslaagd. Het is namelijk door een campagne in de jaren 70 van ouders en jonge mensen die gewoon met grote pancartes kwamen van stop met vermoorden van onze kinderen. Dat er uiteindelijk zoveel fietspaden zijn ontstaan in Nederland. En dat is nog niet eens zo lang geleden. Dat was toen mijn kind was, zijn ze gekomen. Dus ik hoop als mijn dochter hier over 30 jaar zit dat ze een gelukkige fietsende vrouw mag zijn. En dan nog iets. ze zeiden in Holland ook, bouw het en ze zullen volgen. En dat is waar. Mensen zijn zo, als het er is, dan komt het, dan volgen de mensen. En als het in New York kan en het kan in Amsterdam, dan kan het zeker in Gent. Voilà. Ik ben Ilse de Koe. Ik zit hier ook om ja te zeggen. ik ben de dochter van een Nederlander. ik ben dus eigenlijk geboren een beetje met de fiets onder mijn hart. Ik ben opgevoed op het platteland, waar ik eigenlijk heel blij om ben. Een heel zorgeloze spelende jeugd op straat en veel gefietst en zo. Wat ik jammer vind is dat ik vind dat bijvoorbeeld als ik maai hoor, dat dat niet meer kan voor de kinderen om hier veilig te fietsen. Zelfs als dat een paar straten is, zijn de volwassenen al, of de ouders al in paniek. Natuurlijk zeg ik ja om de ecologische, op ecologische zin is te vooruitgang. Het is ook nodig. Er zullen meer fietsen komen als er meer fietspaden zijn, als het aangenamer wordt, als het veiliger wordt voor de fietser. Mensen worden alleen maar creatief, of toch veel mensen, als er een probleem is, omdat ze een oplossing moeten zoeken die uiteindelijk, als je ze laat rijden met een auto, gaan ze blijven rijden. Als ze niet meer mogen, gaan ze creatief worden. Zelfs soms tot op het vlak dat ze denken dat ze niet meer mogen. Dus ze gaan sowieso creatief worden om sneller in de stad te raken en groter te kunnen. Gent is super klein. In 15 minuten kom je van de ene kant van de stad naar de andere kant. Met je fiets ben je sowieso sneller. Alles staat vast met de auto's, dus ik neem gewoon mijn fiets omdat ik dan op tijd op een bestemming kan zijn. Omdat ik geen parking hoef te zoeken, omdat ik niet hoef te betalen voor die parking. Omdat ik daar stress van krijg, van met een auto door de stad te rijden. Ik doe sowieso voor mijn job op tournee. Ik moet heel veel rijden met een auto. Als ik op de ring kom, heb ik geen zin om nog een keer in de file te staan. Ik probeer ook te trainen om te gaan werken. Dat was super moeilijk, omdat je op de bestemming zelf moet raken. En dat kost veel meer tijd natuurlijk met vervoer. Maar alles wat gefietst kan worden, vind ik dat je fietsen sowieso, met of zonder
natuurlijk zeg ik ja, maar ook om de fiets te promoten. Dan wou ik nog kort een paar dingetjes vragen. Alleen zeggen het eigenlijk. Wat ik heel jammer vind, is dat er bijvoorbeeld in de nachtwinkels geen fietslampjes te koop zijn of nieuwe hesjes. Ik zou dat heel goed vinden, want soms durf ik mijn fiets niet nemen omdat mijn lamp weer kapot is, of dat ik dat lampje weer niet vind, of dat batterijtje. En dan, ik zou iedere keer opnieuw die lampjes kopen in de nachtwinkel, maar ze zijn er nooit, omdat veel Turkse uitbaters of Pakistanse uitbaters gewoon niet veel fietsen, dat is niet erg. Maar ik zou dat wel goed vinden, omdat het daardoor dan wel weer die fiets neemt. En uiteindelijk, het is nu al een 5 uur donker, dus misschien zou het nog iets in de stad vanaf nu dan, zeker in de winter. Maar ja, ik weet niet aan wie dat vloemen ligt. Dat was het.